Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Ali en achter jullie staat Nelly, of zit Nelly. Ik heb net eventjes mijn gezicht gewassen met water tot punt. Want onze washandjes zijn bijna op. Dus we moeten een beetje zuinig aandoen. Dus dan gebruik ik liever het washandje voor onder de douche. In plaats van 's ochtends. En hier kan je ze niet krijgen. Of tenminste, we zijn ze nog niet tegengekomen. Nee. Ik weet nog wel dat we een keer op vakantie waren in Frankrijk. Toen hebben we alle supermarkten afgestruind. Droogisterijen. Kennen ze geen wegwerpwashandjes. Een verkeerde inschatting gemaakt met de washandjes. Ja, maar dat maakt niet uit. Komt wel goed. Mensen, wij staan onder een boom. En je hoort gewoon om de 5 minuten hoor je iets op het dak vallen. Flatsch. Waarschijnlijk gewoon een flatsch van die vogeltjes. Op het moment is het rustig, maar vanochtend vroeg was er echt heel veel lawaai boven ons. Die boom zit echt gewoon barstenvol. Maar nu hebben we dus allemaal van die vogelenflatsjes op het kleed. Oh, die is uitgesmeerd. Ja, daar veeg ik net erheen met het stoffertje. Gadver. Per ongeluk. Ik ga even een broodje kopen. En ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat die supermarkt is. Dus ik ben een beetje zoekende. Oh, volgens mij zie ik het. Recht voor me. Ali zit in de caravan, of in de camper. Die is daar wat aan het werk aan het doen. En ik loop even hier naartoe. Even een broodje kopen. We vinden eigenlijk de broodjes hier niet heel lekker. Het is heel droog. Maar de croissantjes gaan nog wel. Dus ik ga gewoon een lekker croissantje kopen. Mensen, wij hebben natuurlijk aan het begin van deze vakantie hebben wij koena's gepind. En eigenlijk hadden we geen idee voor hoeveel geld wij pinden op dat moment. En toen kwamen we er eigenlijk later achter dat dat voor onder 80 euro was. Dus nu komt Nelly terug van broodjes halen en die zegt tegen mij, wij gaan uit eten vandaag. Want wij moeten natuurlijk die koena's opmaken, want wij zijn hier nog maar een paar dagen. Wij zijn hier nog in totaal, even denken, vandaag, morgen, ja, eigenlijk nog 2 volle dagen. Waarvan 1 dag een activiteit gepland staat. Ja, maar weet je wat het is? Als wij uit eten gaan, betaal ik eigenlijk altijd uit de pin. Want dan denk ik, ja, want dat geld, ik vind dat zo'n dingetje. Dus al dat geld, dat blijft gewoon in die portemonnee zitten. Dus wij moeten nu geld gaan opmaken. Wij moeten nu niet meer pinnen. Maar we moeten contant betalen. Ja, wij gaan eventjes ervoor zorgen dat het geld opgaat. Want ik heb geen zin om een wisselkantoor op te moeten zoeken hier. Want je kunt volgens mij wel wisselen, wat ik ervan begrijp. Je ziet ook wel langs de kant van de weg van die soort van kraampjes staan of zo. Daar kun je dan geld wisselen, dus, maar daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dus wij gaan vandaag eventjes geld uitgeven. Wij hebben voor vandaag geen activiteit. Dus wij zijn een dag vrij. Het weer is een beetje dat je denkt van, gaat het nou regenen of niet? Het hangt er een beetje tussenin. Wel een lekker windje. Dus misschien is dit eigenlijk wel een ideaal dagje om weer eventjes een stadje te gaan verkennen. We weten nog niet helemaal waar we naartoe gaan. We dachten eerst aan een bergdorpje, gewoon een binnenstadje, want dat is toch wel wat wij het allerleukst vinden. Dat is toch wat meer authentiek en wat rustiger, niet van dat massale en veel mensen en zo. Of, want die tip krijgen we van meerdere mensen, dat Rovinje erg mooi is. Dus we gaan even kiezen. Ik denk dat we moeten gaan kiezen nu, want twee dorpjes, stadjes op 1 dag wordt erg veel. Ook omdat het nu al 10:30 is. Dus dat is een beetje, vind ik dan persoonlijk, een klein beetje laat om nog 2 stadjes te bezoeken. Want je moet ook nog die bus klaarmaken.
En we moeten nu nog ontbijten, dus dat duurt allemaal lang. Nou ja, we zien het wel. Het is in ieder geval wel lekker dat wij lekker vrij zijn. Toch, Nel? Mm-hmm. Nel staat in de keuken. Zoals gewoonlijk. Die gaat een... Heb je het gas opengezet? Nee. Die gaat een lekker eitje koken. Kijk, het gas zit achter in de bus. In een kastje. Klaar. En we hebben een gas. Het lijkt wel herfst. En je wordt weggewaaid hier. Het is heel, heel warm qua temperatuur, maar het waait heel hard. Bladers in je slippers. We zijn even binnen gaan zitten, want we worden er een beetje onrustig van die harde wind. We gaan even lekker een koffietje drinken. Nou, wat gezellig dit. Je moet wel een beetje creatief zijn in de bus, vind ik. Ja, dat zijn wij. Ja. Het is wel echt kamperen dit. Ja, alles en, verschuiven. Ja, en dat zei ik gisteren ook nog tegen Nel. Het is, het is toch anders natuurlijk als met het ei. Dit kampeermiddel gebruik je natuurlijk ook om te reizen. Dus het wordt ook allemaal wat smeriger en wat smoezeliger. En je moet steeds verplaatsen. En nou ja, dus je bent wel... Ik vind dat je echt wel aan het kamperen bent. Zo voelt het voor mij. Ja, zeker. We zijn wel wat makkelijker geworden. Kijk, met het ei wil je het ook nog een beetje... Ja, dan zit je ook een beetje aan het schoonmaken en aan het opruimen. En ja, eigenlijk heb ik dat gelijk hier al losgelaten. Want het is gewoon... Dat is niet te doen. Het is gewoon je zit in de rommel. Je zit op de rommel. De wc-pot staat er gewoon altijd gezellig bij. Tussen ons in. Ook superleuk. Ja. Kijk, die staat hier gewoon altijd in het midden. Ja, gewoon tuurlijk. Lekker bij de etenswaren ook. Die hoort er gewoon bij. Lekker schoon en vies. Ver uit elkaar. Ja. Maar nu eerst een lekker croissantje. Je kan zo overal zitten bij, zo. Dit zo. Doe je allemaal zittend. Even gelijk omspoelen, want die melk die koekt nogal aan. Vooruit. De rest komt zo wel. Naast ons staan Walter en Sylvia en wij zaten hier net lekker te keutelen. En toen zei Sylvia, ik maak even een leuke foto van jullie. Dan zien jullie het ook een keer vanaf de andere kant, hoe dat eruit ziet. Ze vond het er zo gezellig en uitzien. Kijk even, hoe gezellig. Ja. Zo zitten wij dus nu op het moment. Want jullie zien het natuurlijk ook alleen vanaf de binnenkant en niet vanaf de buitenkant, hoe het eruit ziet. Maar dit is dus het beeld van ons als wij in de bus zitten. Zo, het is tijd om eventjes af te wassen. Volgens mij hebben we jullie nog nooit meegenomen naar het afwasgedeelte. Dus dat gaan wij nu eventjes laten zien. Het is best groot. Wat mij gelijk opviel was dat er heel veel wasbakken waren om je textielbakken. Zo noem je dat toch? Textielwas? Textielwas. Nee, even serieus. Kledingwasbakken. Kledingwasbakken. Ik weet het niet. Ik heb soms problemen met woorden vinden. Dan weet ik niet. Nou, hoe zou je dat op zijn Urkers zeggen dan? Ja, bakken om je goed te wassen. En nu denken jullie allemaal van goed. Ja, even mijn goed wassen. Zo zeggen we dat in het Urkers. Ja, maar ja, dat kunnen we natuurlijk niet. We kunnen geen Urkers gaan praten, want dan snappen jullie er helemaal niks meer van. Nee, dan moeten we ondertiteling erop zetten. Ja. Maar jullie snappen nu inmiddels wel wat ik bedoel. Maar wij gaan eventjes een rondleiding geven door het sanitair gebouw. Het sanitair gebouw. Nou, dan lopen wij er eventjes omheen. Want hier heb je de toiletten en de douches. En aan de andere kant van het gebouw, daar is het afwasgedeelte.
Ik ga normaal gesproken altijd via de andere kant. Hier ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Wat is dit? Wij staan op camping Amines Maravea Camping Resort. Een hele leuke camping. Kijk dan mensen hoe groot dit is. Heel veel wasbakken op een rij. Aan de andere kant ook nog. Dus dit is echt voor de afwas. Dit ook. En dan heb je daar. Je wordt op het moment ook schoongemaakt. Maar hier heb je dus nog een rij met textielbakken om je was te doen. Ook best veel, want aan de andere kant is nog zo'n rij. Oh nee, dit is voor de vaap. Sorry, ik dacht dat dit ook voor kleding was. Maar hier kun je dus ook nog vaap doen. Ja, het is best groot hier, maar je hebt het eigenlijk niet door als je op de camping loopt. En ook niet tijdens het kamperen. Het is een hele gemoedelijke camping. Met best veel plekken, maar ja, nee, ik heb dat gevoel niet. Met de buscamper word je heel creatief. Nelly is haar tanden aan het poetsen op de portapotty. Ik kan hier niet gaan. En weet je wat zo grappig is? Daarnet hadden we de buurtjes op bezoek. En toen zat Walter, die zat hier gewoon koffie op te drinken op de portapotty. Nou, je verzint het toch niet? Ja, je krijgt hier echt het kampeergevoel van. Nou, wij staan op het punt om te vertrekken. We moeten alleen nog eventjes de tanden poetsen. En wij zijn erover uit. Wij gaan naar Rovinje. Ik denk dat we één stadje gaan bezoeken. En we hebben gehoord dat het echt heel mooi is. Dus we zijn benieuwd. We moeten wel even een uurtje rijden ervoor. We moeten weer een klein stukje naar beneden langs de kust. En we zijn er eigenlijk al een keer geweest. Of in ieder geval op de eerste camping zaten we dicht in de... Nee, op de tweede camping. Volgens mij zaten we nog iets meer in de buurt van Rovinje. Maar toen zijn we er eigenlijk niet aan toegekomen om daar naartoe te gaan. Maar we gaan nu. We laten ons niet tegenhouden door de afstand. Want je bent er nu, dus je moet het er nu van nemen, toch? Zo, wij hebben net even lekker getankt. Of lekker... En een koffietje heb ik gekocht. Ik weet niet waar jouw koffie staat daar. Ja. En een broodje kip. Lekker. En we rijden verder, want dan zijn we er rond 2:30. Ja, nog een half uurtje moeten we. En wij lopen in Rovinje. Rovinje? Rovinje? Ja. We okay. Maken er maar wat van. Rovinje. Ja. Ja. Nou, ook. Ook hier weer veel gekleurde huisjes. We lopen nu door de winkelstraat. Het is best druk. En wat ik wel heel bijzonder vind, is dat wij met best wel bewolkt weer weggingen van de camping. En we komen hier en het is... En heel veel wind. Ja. En hier is de wind weg. Stralend mooi weer, strak blauwe lucht. Ja. Heel bijzonder. Maar wel lekker op zich. Nou dacht ik eigenlijk toen wij weggingen van de camping, dit is wel het ideale weer om een stadje te verkennen. Lekker veel wind en ja, niet echt strandweer. Maar ik ga even hier kijken. Ja, Nelly die gaat af en toe even een winkeltje in. En dan denk ik dat wij zo richting de haven lopen, richting de zee. Want dat moet het mooiste gedeelte zijn. En op zich, alle winkeltjes die er zijn, die hebben we nu al best vaak gezien. Ook in de andere stadjes. En de winkeltjes lijken wel heel veel op elkaar. Dus ik denk niet dat wij hier iets tegen gaan komen wat we nog niet gezien hebben.
Maar ja, af en toe gewoon even een winkeltje in voor de gezelligheid, dat is ook leuk, toch? Wauw, deze smalle steegjes hier en dan hier bovenin hangt gewoon de was te drogen. Heel apart. En natuurlijk de lavendel. En het blijkt dat hier een lavendel-eiland is. Ik weet zo even niet hoe het heet. Ik heb het wel opgezocht, maar ik ben het eigenlijk alweer vergeten. En daarom zie je hier zoveel lavendel liggen. Maar dit is werkelijk waar. Fantastisch mooi dit. Kijk mensen, wij zijn helemaal van daar, van beneden, naar boven geklommen. En ik moet je zeggen, als je slechter been bent... Ja, dat is niet te doen, die steentjes zijn ook helemaal glad. Ja, kijk, deze steentjes zijn echt super glad. Veel trappetjes. Stijl. Wat zeg je? Stijl. Stijl, ja. Stijl, mooi. Ja, maar het is wel heel mooi. Ja, super. Een heerlijk terrasje gevonden met uitzicht over de haven. Met een heerlijk windje erbij. Het is lekker hè? Ja, lekker weer. Lekker dit. De temperatuur is heerlijk. En we hebben een lekkere ijskoffie besteld. We konden kiezen tussen een ijskoffie met ijs, met ijscream, of zonder. Wij hebben zonder gekozen, want we hebben hier ook een keer een ijskoffie gehad met ijs. Vonden wij persoonlijk niet zo heel lekker. Je moet ervan houden, denk ik. En dit ziet er wel goed uit eigenlijk, vind ik. Ik weet niet of het ook lekker is. Heb jij het al geproefd? Ja? Lekker. Oké. Nou, beter dan dit kun je niet krijgen, denk ik. Dit is natuurlijk op en top genieten. Terug naar de camper. En ja, ik vond Rovinje best een leuk stadje. Ik vond het persoonlijk mooier dan Porridge, waar we gisteren zijn geweest. Dit was iets authentieker, smallere steegjes. Ja, leefde iets meer, vond ik. Maar we lopen nu terug naar de parkeerplaats. Waar is dat dan? En voor de zekerheid had ik wel de locatie opgeslagen in mijn telefoon. Voor het geval dat wij het zelf niet meer terug zouden kunnen vinden. Maar
Volgens mij lopen we nu in de goede richting. Terug. Oh, hier links. Ja, we zijn er bijna nu. Oh. En dan rijden wij weer een uurtje terug naar de camping. En ik ben wel blij dat wij nog eventjes hier naartoe gegaan zijn. Ja hoor, we hebben het busje gevonden. We zijn er weer. En alles staat er nog in, gelukkig, want dat is ook altijd even de vraag. Ja, je hoort vaak dat er ingebroken wordt in campers, hè? Ja. Nou, dan ziet dit er niet echt uit als een camper, toch? Of wel? Nou, ben ik niet helemaal met je eens, nou, maar ja. Ik snap wat je bedoelt. Meer een busje. Het is meer een busje. Nou, dan gaan we lekker terugrijden. Rijden. Nou, als jullie dachten dat wij naar huis gingen. Nee, wij gaan niet naar huis. Maar wij zitten al in ons huis. Ja, dat is ook best gek. Dat je gewoon je huisje altijd bij je hebt. Ja. En het is super handig dat je altijd je spulletje bij je hebt. Ja, en maar... de wc. En de wc inderdaad, maar soms, dus ook een nadeel, wat ik net ook al zei. Ja. Dat huisje, als je dat op een parkeerplek zet, ja, is de kans wel groot dat er, nou ja, dat je spulletjes ook gestolen kunnen worden. Dat is wel een nadeel. Ja, dat is waar. Maar wij gaan niet naar huis, of naar de camping. Wij zijn onderweg naar... Ballen. Ballen. Nou, de ballen. B-A-L-E. Balen. En dat is een binnenstadje, bergdorpje denk ik. Ja, waarschijnlijk is daar heel rustig. En tenminste, dat denk ik zomaar. Zo'n kneuterig... Nou, dat hoop ik. Dat hoop ik. Oh, dat hoop ik ook. Ja, want wij zijn nu natuurlijk net in Rovinje geweest. Erg leuk, maar ook weer ja, massatoerisme. Ja, heel veel toerisme. En... Ja, persoonlijk houden wij daar niet echt van. Of in ieder geval, wij zoeken toch altijd de wat rustige dorpjes. Maar deze stond, dat bergdorpje waar we nu naartoe gaan. Of binnenlanddorpje, ik weet het niet. Nou ja, in ieder geval, daar zouden we eigenlijk niet meer naartoe gaan. Maar ja, we dachten, oh, het is maar een kwartiertje rijden. Ja. We gaan nog even. We gaan toch nog even kijken, want daar staat wel ja, hoog aangeschreven. Daarom. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ballen. De ballen. Oké, wij stonden net bij het parkeerautomaat. En nou ja, we wisten niet hoe dat werkte. En kijken en moeilijk. En toen komt er een meneer aan, een echtpaar. En die zegt, wacht, je krijgt mijn kaartje. En nou, dus wij staan gratis geparkeerd hier op het... parkeerterrein, daar staat ons busje. Ja, wel heel kort. Nou, een uur. Ja, een uurtje inderdaad. Maar ja. Maar als we iets willen eten, dan moeten we even bij je. Ja, dan lopen we wel even terug. Ik weet niet of hier een leuk restaurantje is of zo. Maar het lijkt mij ook heel klein hier. Dus we kunnen eerst wel even kijken. Cheers. Chardonnay, lekker. Heerlijk. We hebben nu toch een leuker terrasje gevonden. Gewoon het eerste beste terrasje hebben we gewoon gepakt. En het is ook nog best wel chic volgens mij. Wat voorbij komt ziet er echt ziet er super goed uit. Ja. We hebben al een broodmandje gehad. Kijk. En we hebben een wijntje uit Ballen. Ja, zo noemde hij het. Ja. Nou, straks als we klaar zijn, zeggen we de ballen. Lekker wijntje, hè? Heerlijk. Oké, wil je een lekker broodje met olijfolie? Ja. Pompoensoep. Het is er weer voor. Nou, echt. dit is ook een type rietje. Dit is ook weer typisch iets voor ons. Soep bestellen met 30 graden. En je korte broeken. Lekker? Ja, lekker. Onze eten is inmiddels gebracht, maar
Nelly is weg. Dus, oké. Hier zit je dan. Nee, wij hadden een parkeerkaartje natuurlijk tot 7:10. En het is nu... Oh, daar komt ze weer aan. Het is nu 7:30. Dus ik zeg, ik denk dat je nu beter een kaartje kunt kopen. Anders zit je straks onder het eten. Maar het eten is net gebracht. Nelly is terug. En wij hebben ravioli gevuld met cheese. En daarover één black truffle. Ziet er lekker uit. Ja. Eet smakelijk. Dank je. Wij hebben het eten op. Het was echt verrukkelijk. We hebben twee hoofdgerechtjes genomen, maar ik zit... Het zit het hier. Je kunt het aanraken. Ja, zo. Nou, het is hier heel mooi. Ja, het is wel heel klein. Ja, en eigenlijk is er volgens mij niet echt iets te beleven. Nou, er wordt nu iets opgesteld dat ik denk van... volgens mij wordt hier straks een optredentje gegeven. Maar het is eigenlijk één straat. Ik denk dat ze beter weer af kunnen breken, want er komt de lucht aan. Ja, volgens mij wordt het weer, gaat het weer echt omslaan. Dus wij gaan nu in één streep naar de camping toe. Oh, dit is leuk. Even de poortje filmen. Oh ja, ja. En dit is eigenlijk de hoofdstraat van het dorpje. Stadje is het. Stadje, inderdaad. En hier heb je dat podium. Daar gaan ze straks denk ik optreden. Maar eigenlijk is dit het. Eén straatje. Nou, het is heel klein. Wow. Ja. Geen idee wat ze hier straks gaan doen. Maar wij gaan lekker naar huis toe. Naar huis toe ook. We gaan naar huis. Ja, wij gaan naar huis. Nee, wij gaan naar de camping toe. Ja, dat busje komt zo. Ja, weet je, wij lopen er nu natuurlijk ook 's avonds doorheen. Dus dan ziet het er ook weer anders uit als dat je het met een zonnetje ziet. Ja, oké, maar er zijn geen winkeltjes of zo, volgens mij. Nee, het is nu een beetje grauw en een beetje grijs. En... Maar de temperatuur is het goed. Ja, dat wel. Maar het is wel een schattig, kneuterig, klein dorpje. Ik begreep van de week dat iemand put. Deksels fotografeert. Oh ja. Ik weet niet of het zo is. Maar vooral grappig. Ja. Nu stap ik op een putdeksel. Ja, dat is zeer uniek als je putdeksels fotografeert. Ik hoor het er misschien fotograferen jullie ook wel iets bijzonders. Je hebt mensen die fotograferen deuren, ramen, raamkozijnen. Ja. Putdeksels. Nou, putdeksels had ik nog nooit gehoord, ik vind het wel leuk. Ja. Nou, we gaan terug naar de camper, ja. Je hebt ook wel verschillende leuke lantaarnpaals. Lantaarnpaals? Lantaarnpalen. Ja, nou, ik heb niet die behoefte om die op de foto te zetten. Oké, we gaan hier tussendoor. Ja, wij gaan eventjes de smalle steegjes opzoeken. Nou, we lopen weer terug. Mensen, dit is het. Wij kunnen er niet meer van maken, maar het is heel mooi. Ja, het is heel leuk. We gaan hier tussendoor. Ja, hier ben ik tussendoor geweest. Oh, hier zijn wij niet tussendoor geweest. Ja, de terrasje over? Dit is het steegje. Ja? Oké. Oké, nou, zo komen we weer terug bij de buscamper. Gustavi. Wat mij wel opvalt ook in Kroatië is dat waar wij zelf wonen zijn niet zoveel terrassen en restaurantjes. Hier heb je om de zoveel meter wel een terrasje. Ja. Ja. Nou, wij zijn weer thuis. Wij zijn weer op de camping. Dus het is een beetje apart om dat te zeggen. Het is wel gewoon je huisje. Ja, het is wel je huisje. Ja, voelt ook thuis. Je neemt het gewoon overal mee naartoe. Ja, maar dan ben je niet thuis. Dat was je al dan, toch? Ja. Nou, Ali heeft even de potty gelegd. En ik ben blij dat hij nu terug is, want ik moet even naar de wc. En kijk hoor, daar gaat dat ding weer. Word je er gek van? Het is alleen bij die achterruit, hè? Ja.
Dan hadden ze eigenlijk van die magneetdingetjes aan moeten doen. Nou, net als bij de voorruit. Ja, dat ze eigenlijk overal moeten doen. Ja, maar dat kan niet overal. Want sommige stukjes zijn ook plastic. Maar bij die had het best gekund. Daar is de wc. En het verlengsnoertje. Zo fijn. Huppatee. Die is geleegd. Oké. Okay. Kom binnen. Het feest kan beginnen. Ah. Wat doe jij? Editen. Op de pot. Op de pot en een omgekeerde stoel. Je moet er wat voor over hebben, hè? Voor die kijkers. Voor al die kijkers. Ja. Ja. Maar ik doe het met liefde. Gelukkig. Oké, mensen. Ik doe hem even zo. Misschien zien jullie me dan wel. Of even zo. Kom even bij mij zitten. Ja, gezellig. Zo. Ik denk dat we zo wel in het licht zitten. Ja, dat denk ik ook. Nou, we willen jullie weer bedanken voor het kijken naar deze vlog in Kroatië. En morgen de laatste dag, mensen. Ja. Of in ieder geval de laatste dag in Kroatië. In Kroatië, ja. Daarna moeten wij nog terugrijden. Dus dat gaan wij niet in één keer doen. Want dat is echt heel ver. Dus dat vinden wij geen doen. Nee. Er zijn wel mensen die dat doen, maar wij doen dat niet. Nee. Dus we weten eigenlijk... Wat was dit? Dat was de portapotti. Oh. We weten eigenlijk nog niet waar we dan gaan stoppen, maar dat zien we dan allemaal wel. Ja. Morgen hebben wij nog een activiteit op het programma staan. Watervallen. Watervallen zonder water. Want het is droog. Ja. Zeggen ze. Dus wij gaan het allemaal meemaken. Maar we gaan in ieder geval iets van wandelen met schoenen en regenjassen. Ja, we kregen net een berichtje dat wij... we kregen net een berichtje dat wij een regenjas mee moeten nemen. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik heb met mijn tas, mijn koffer, onze koffer voor Kroatië geen regenjasje gestopt. Ja, ik dus ook niet. Ik weet ook niet of er überhaupt iemand aan denkt. Om wanneer je richting Kroatië gaat, om dan een regenjas in je pakken. Koffer te stoppen. Wij niet. Hebben wij niet gedaan. Paraplu? Ook niet. Alles wat met regen, regenlaarsjes, regen... Nee, wij dachten we laten regen in Nederland. Regenhandschoentjes, we zijn alles vergeten. Regenhoedjes. Regenhandschoentjes. Nou, ik dacht aan handschoenen. Oh. Okay. Als we straks terugkomen, dan is het echt herfst gewoon, hè? Ja, vreselijk. In Nederland. Ik moet er nog even niet aan denken, hoor. Ik zag al bij iemand op Instagram, die ging naar zijn werk en daar was het donker. Vreselijk. Die winter, die duurt ook al zo lang. Ja. En waarschijnlijk ook geen kampeervlogs in de winter. Nee. Dan moeten jullie ons een tijdje missen. Ja. Missen. Ja. Ja. Ja, het is niet anders. Ja, nou ja, dat kunnen wij ook niks aan doen. Nee. We gaan wel in de winter kamperen, maar ja, dat... Ja. Ja. Wat een vaag verhaal. Nee, luister. Oh. Vorig seizoen zijn wij best wel lang doorgegaan met kamperen. Ja. Hebben wij zelfs nog in oktober gekampeerd en toen hadden we ook nog prachtig mooi weer. En we hebben in februari gekampeerd. Januari volgens mij ook. Oh nee, februari, sorry. En ja. Toen hadden we een beetje vorst met zon. Dat is ook perfect. Ja. Dus ja. Dus waarschijnlijk naar Kroatië gaan we nog wel... Nou, dan gaan we sowieso nog een keer met het ei. Ik wil dit seizoen afsluiten met het ei. Ik en ook, niet ik met ook. De buscamper. Nee. Gaan wij met niet het doen. Ei. Jullie moeten nog een keer ons in het ei zien. Ja. Ja. Nou... Wat? Wij? In het ei. Nee, wij? Wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat is gratis. En we zien jullie bij de volgende vlog. Tot morgen. Doei doei.